maai alsjeblieft een keer iets scheef. Laat een stukje boom staan. Laat een tak liggen. Dat draagt allemaal bij. Dat helpt al. Wil jij vertellen wat jij voor het waterschap doet? Ja, ik ben een adviseur flora en fauna. En vanuit daar mag ik dus meedenken over hoe we als waterschap het beheer zo ecologisch verantwoord mogelijk kunnen doen. Maaike, jij hebt me uitgenodigd om hier naar Schinkeldijk te komen. Waarom? Ja. Nou, laten we dat gaan bekijken. Want dit is juist een van de voorbeelden van hoe we het strakjes op heel Hollandse Delta willen gaan doen. En dat wil je me laten zien? Ja, ga ik je laten zien. Gaan we naar beneden naar de dijk. Yes. Nou, hier zie je dus de overgang in het gefaseerde maaien. Dit stuk is een paar maanden geleden gemaaid en dat staat nog overeind. Daarmee heb je ten alle tijde leefgebied, zowel in kort gras als in hoge vegetatie, voor een heleboel verschillende diersoorten. Dit is zowel goed voor de insecten als voor je kleine zoogdieren, als voor je broedvogels, als voor de roofvogels. Dus voor het hele ecosysteem. Iedereen profiteert hiervan. Dat klinkt wel heel makkelijk. Gaat het eigenlijk ook zo makkelijk? Nee, het is wel een beetje ingewikkeld. Vooral omdat in de hele keten moeten mensen anders gaan denken. Dus vanuit de aannemer, vanuit de persoon die de schouw doet, de mensen bij ons op kantoor. Iedereen moet het er mee eens zijn dat we meer een rommelig aanzicht krijgen. Omdat niet alles in één keer glad wordt gemaaid. We stonden net even aan de andere kant van de dijk over gefaseerd maaien. Maar ja. Je hebt ook nog iets te vertellen over deze stronk. Ja, het is super dat hier nog zo'n boomstronk staat. Want je zou kunnen zeggen, we willen de hele dijk strak en netjes achterlaten. Je zaagt dit zo laag mogelijk af, vreest hem helemaal in. En dan is het de dijk weer netjes. Maar dit zorgt juist voor een hele fijne habitat met dood hout. Voor allerlei insecten die dus helemaal verder het ecosysteem weer ingaan. Dus heel erg fijn dat er plaats is voor dit soort rommel. We hebben het daar gehad over biodiversiteit. Dit draagt bij aan de biodiversiteit. Waar doen we het eigenlijk allemaal voor? Nou, uiteindelijk draagt die hele biodiversiteit bij aan de klimaatdoelen. Want als je dus een heleboel verschillende kruidensoorten hebt, dan heb je meer variatie in je bekleding op de dijk. Waardoor die hele dijk uiteindelijk hitte- en droogtebestendiger wordt. En met de hete zomers van de afgelopen jaren is het heel erg belangrijk om hitte- en droogtebestendige dijken te krijgen om ons allemaal veilig te houden. Met mij zijn er nog meer collega's aangenomen dit jaar, dus het leeft echt. Er is heel veel aandacht voor om door middel van groen onze andere kerntaken te laten bloeien. Ja, maak het niet te netjes. Maai alsjeblieft een keer iets scheef. Laat een stukje boom staan. Laat een tak liggen. Dat draagt allemaal bij. Dat helpt al.